Welkom, Auke. Dank je. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze editie 2018 van het gastschrijverschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is de eerste avond en ik wil heel graag laat maar eens beginnen met welkomstapplaus voor de schrijver die heel snel bereid was om het gastschrijverschap dit jaar in te vullen, Auke Hulst. Hoe lang zat er tussen het verzoek en dat ik reageer op de mail? Een seconde of acht toch zeker? Ja, toch? Zoiets, hè? Ja. Het was heel snel. Ik dacht bijna dat het auto-reply was. Ik stel u graag ook even heel kort voor aan de organiserende leden van dit gastschrijverschap. Die zitten hier zo ongeveer op de, niet allemaal op de voorste rij. Mario Buitelaar, Els Markelenbach, Francesca de Beer en Esmee van de Boom en... Daar zit Sanne Parlevliet en de speel van het hele gebeuren toch wel een zeker organisatorisch Guus ter Meer van Studium Generale. Zo is het. Mijn naam is Matthijs Sanders, ik werk bij Nederlandse Letterkunde en ik zal een gesprek met Auke voeren op deze eerste avond. Het gastschrijverschap kent een lange traditie. Als ik goed gezocht en geteld heb, zijn we begonnen, zijn ze begonnen in 1986 met Dick Hellenius als eerste gastschrijver in Groningen. En daarna volgden illustere namen, onder andere Duska Meising, Willem Wilmink heeft het gastschrijverschap vervuld, Gerrit Krol, Rutger Kopland, Tonnes Oosterhoff, Marjoleine de Vos onder andere. En heel recent ook nog Frans Tomeese, vorig jaar Ellen Dekwits en dit jaar Auke Hulst. Ik hoop niet dat dit rijtje... Ja. Nou, toen je aan het rijtje begon, de eerste vier namen waren reeds overleden. Dus toen begon ik me zorgen te maken, maar het kwam nog goed. Heel veel leven nog, ja. Auke, het is een beetje raar om tegen jou te zeggen welkom in Groningen. Toch doen we dat natuurlijk wel, welkom in Groningen en... Welkom in deze zaal. Ik zeg, het is een beetje raar om te zeggen welkom in Groningen, want dit is eigenlijk ook jouw grond, om het zo maar te zeggen. Voor een deel ook wel jouw stad. En onlangs heb je in een interview in de Universiteitskrant ook, geloof ik, opgemerkt. Dat is het enige dat interview dat ik aan zal halen. Maar Groningen is mijn externe harde schijf. Dus ik kan mij voorstellen dat je hier, hoewel je in Amsterdam woont, ook wel enigszins thuis bent. Ja, nu is Amsterdam inmiddels ook een beetje externe harde schijf, maar er ligt zoveel van mijn geschiedenis ligt in de stad, maar ook vooral op het platteland. Het is een één grote zee van triggers, van herinneringen. Dus vandaar. Nou, ik denk dat we voor een deel ook over die herinneringen misschien zullen gaan hebben en ook over het landschap dat je oproept in je werk en dat ook daar een hele belangrijke rol speelt in die herinneringen. Eén gastschrijver, vier maandagavonden achtereenvolgens. Komt u vooral naar alle vier die avonden om de wereld van Auke Hulst te leren kennen. En Auke Hulst zal ook met 16 studenten een werkcollegereeks gaan ondernemen. Waar zitten die 16 studenten? Laat je eens even zien. Waar zijn jullie? Kijk eens aan. Dan weet je wie het zijn, hè? Ja. Uit allerlei faculteiten van onze universiteit, na een hele strenge selectie, zijn zij toegelaten tot dit evenement. Dus ik denk dat dat weer, en dat begint morgen, ook weer een heel avontuur op zich wordt. Dus vier avonden, één werkgroep en één thema, Auke, jij, want daar kwam je eigenlijk ook vrij snel mee. Met de titel van jouw gastschrijverschap, of het motto moet ik misschien zeggen, zwemmen in brak water. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Hoe worden wij zwemmers in brak water? Nou, ik vind brak water wel interessant omdat het een overloopgebied is. En het is een... brak water heeft eigenlijk een slechte naam. Maar nu wil ik niet vooruit gaan... Ik wil niet vooruit gaan lopen op mijn eerste lezing hier. Dat gaat... Laat ik het in zijn algemeen zeggen. Ik vind overloopgebieden interessant. Overloopgebieden tussen genres, tussen kunstvormen... Ik word altijd een beetje nerveus van begrenzingen, dus vandaar. Nou ja, jouw werk laat dat ook eigenlijk wel zien. Hè? Ik zal heel kort het oeuvre van Auke Hulst voorstellen, want we hebben niet voor niets een heleboel boeken bij ons. En ik denk, laten we maar eens beginnen met
smijt er maar weer mee. Ja, ach, het is ook allemaal... Ze zijn ook gebruikt, zoals je ziet. Hè? Heel recent, het meest recente boek van Auke, Motel Songs, dat terecht veel aandacht heeft gekregen. En ik ben wel eens een interview met jou helemaal verkeerd begonnen. Dat herinner je je vast nog, want toen heb ik jou geïntroduceerd. Dat was hier ook in de stad. Als een dubbeltalent of als een multitalent. Ja, zie je. Dat doe ik dus nooit meer. En wat jij zei toen, ik heb eigenlijk maar één talent. Alleen dat uitzicht op heel veel verschillende manieren. Ja. Ja. Nou ja, ja nee, mijn stelling is dat alle creatieve talenten in principe andere gezichten zijn van hetzelfde. Want alle creatieve endeavors gaan over... je moet selecteren. Het gaat over... jezelf uitdrukken. Het medium is alleen anders. Maar de manier van denken is niet wezenlijk anders, denk ik. En daarom zie je volgens mij ook dat heel veel kunstenaars ook vaak een ander medium beheersen. Omdat ze dat medium benaderen vanuit een kunstzinnige instelling. Dan geef ik toe dat niet direct elke schrijver heel goed kan piano spelen of zo. Maar in principe is muziek maken niet anders dan schrijven. Vind ik. Ja, ik denk als dat ergens duidelijk wordt, is het eigenlijk ook juist in dit boek, hè, Motel Songs, met cd. Ja, want je bent muzikant en schrijver en eigenlijk ook fotograaf, mag ik wel zeggen. Mm. Niet beroepsmatig, hè, maar het beeld speelt bij jou het enige, een hele, enige waarvoor een grote ik rol. Enigszins ben opgeleid. Kijk. Fotografie. Ja. Nou, ik ga er in, als je het goed vindt, in kreeftsgang doorheen. Ja. Het meest recente boek. Dit is het boek. Ik ga niets over mezelf zeggen, maar dit was mijn kennismaking met het werk van Auke Hulst. En ik herinner me Titus Broederland. Een boek dat ik las toen ik aan het verhuizen was naar het noorden van het land. En ik zei net al, we hadden geen voorgesprek, maar we hebben wel even wat gegeten. En van, ik heb eigenlijk het noorden van Nederland leren kennen door dit verhaal heen, door dit boek heen. Een heel avontuurlijk boek. Je bent samensteller ook van een bloemlezing die heel bijzonder is. Daar gaan we het ook nog over hebben vanavond. Dat is het boek Als dit zo doorgaat. Een verzameling met korte verhalen, zogenaamde speculatieve fictie, hè, waarin 25, als ik me niet vergis, schrijvers, Nederlandse schrijvers, een antwoord geven, bedenken op de vraag, hè, hoe ziet de wereld eruit als dit zo doorgaat. Verschenen, ik denk, kort na de presidentsverkiezing. De aanleiding was de verkiezing van Donald Trump. En ik was daar zo van ondersteboven, op een verkeerde manier, dat ik dacht, we moeten iets doen. En we hebben toen ik samen met die 24 anderen in één maand tijd een boek gemaakt om een soort van urgentie uit te stralen. En toevallig was dat ook, de Nederlandse verkiezingen zouden er vlak na plaatsvinden. En er was ook wel enige vrees dat de PVV die verkiezing ging winnen. Dus het is eigenlijk in brede zin een reactie op de verrechtsing van niet alleen Amerika, maar ook Europa. Ja, ik zal de eerste zin van jouw inleiding in dit boek, ik zou hem uit mijn hoofd moeten kennen, maar het lezen voor de zekerheid toch even voor. Ik weet niet wat er staat, hoor. Nou, er staat het, jij zei het volgende, omdat ik slecht op mijn handen kan zitten als de stoel in de fik staat. Dat is de reden waarom dit boek gemaakt is. En dat is ook iets wat ik vanavond met jou wil bespreken. En dat is iets wat mij in jouw werk heel erg aantrekt. En ik merkte bij studenten met wie ik over jouw werk heb gewerkt, dat het ook bij hun zo was, dat er een enorm geloof in de literatuur uitspreekt. En dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar niet op je handen gaan zitten als de stoel in de fik staan. Reisverhalen, want reizen spelen een belangrijke rol in jouw werk en in jouw denken. Dit is een boekje Buitenwereld Binnenzee. Dan een boek waarvan ik dacht, dit is natuurlijk echt ook, dit gaat het heel goed doen op de middelbare scholen. Want het is, als nou ergens brak water is, dan is het wel in dit boek wat allerlei elementen van science fiction bevat. En ook een psychologische roman is. En een avonturenboek. Slaap zacht, Johnny Idaho. Het is ook van al mijn werk het boek dat het beste doet op middelbare scholen. Dus je inschatting klopt. Ik heb het niet onderzocht, maar dat is dan zo. Ik denk dat dit jouw doorbraakboek is. Ik weet niet of je die term graag hoort of gebruikt. Hè, maar Kinderen van het Ruige Land.
Een boek waarvan je zelf er geen geheim van hebt gemaakt dat het in hoge mate autobiografisch is. Al heten de personages niet Auke en niet Hans, maar dus andere namen. Mm-hmm. Maar een heel verbeeldingsrijk boek dat zich afspeelt in een voor Noorderlingen, denk ik, heel erg herkenbare regio. Ja, en dan het boek dat ik heb het. maar de boekhandel niet meer, want het is Wolfskleren. Het is jouw tweede roman. Niet meer, het enige boek dat niet meer verkrijgbaar is. Dit is De Geheimtip. En mijn meest gehate boek. Ja, dat mocht ik niet zeggen. Nee, maar dat zeg ik al af en toe voorbij. Auke's meest gehate boek. Maar jij hebt de editie zonder cd. Ja, die heeft er al uitgeklauwd, hoor. Ja, klopt. Ja, en je debuut. En dat is weer een heel ander boek. Ik wil eigenlijk met jou een beetje ook op zoek naar alle registers die jij bespeelt in de literatuur, maar ook naar de constant, hè? Naar wat er terugkeert iedere keer. Jij en ik en alles daartussen in 2006... En dus we zijn inmiddels, 12 jaar ruim, 12 jaar na jouw debuut. Nou, het is ik laat de stapel maar even hier liggen, misschien hebben we het nog nodig. Ik vind het intimiderend, ja. Ja, dat leggen we ze onder de tafel. Maar je hebt nog een boek van me gelezen. Ja ik heb, oké. Beginnen we bij het eind. Oh, je sorry. Ik kreeg afgelopen zaterdag kreeg ik van Auke een onder zwaar embargo, moet ik erbij zeggen. Een boek dat in december gaat verschijnen, een nieuwe roman. En die heet Zoeklicht op het gazon. Nee, daar gaan we gewoon wel mee beginnen, met Zoeklicht op het gazon. Het is een kleine roman. Ik zei al, ik zeg het nog maar een keer dat ik hem al heb gelezen. En daarna mijn e-reader heb opgegeten, want het mag nog helemaal niet verspreid worden. Een boek over Nixon. Richard Milhouse Nixon. Ja. En ik zag het aangekondigd staan en toen dacht ik, wat doe je nou? Een boek schrijven over Nixon. Een boek schrijven over iemand die echt in 3D bestaan heeft. Ja. En die op het eerste oog een heel ander soort persoon is dan jouw, als ik het zo mag zeggen, Amerikaanse helden. Je hebt veel geschreven over Kerouac, je hebt geschreven over Fitzgerald, de Beat Generation. En Nixon was toch in de jaren 60 en 70 precies het tegendeel van deze vrijheidsmaniakken, zou ik zeggen. Ja, maar in essentie is hij niet anders. Want net als een Fitzgerald of een Hemingway hebben we te maken met een zeer gemankeerd mens. En een beschadigd mens. Dus ik ben het niet met je eens. Ik ben het ook niet met mij eens. Mag ik één zin uit dat nieuwe boek oplezen of niet? Mag ik hem eens zien welke het is? Even een momentje. Ja, het is een deel van een zin. Ja, het is een deel van een zin. Ja, oké. Doe maar. De hij in deze zin is Richard Nixon. En in de roman die u allemaal begin december aanschaft, luidt het deel van de zin als volgt. Maar hij, Nixon dus, maar hij had eigen ambities. Met arme luisklauwen uit de narigheid gebikt. Auke, dit is een Auke Hulst zin. Ja, weet je nog hoe die verder gaat? Nee. Ik kan het niet meer teruglezen, ik heb het gemist. Het gaat daarover het contrast tussen. Het boek gaat gedeeltelijk voor een groot deel over de verkiezingsdag van 1960. En toen nam Nixon, die vicepresident was onder Eisenhower, nam het op tegen Kennedy. Dat is een fameuze verkiezingen die hij heeft verloren. Of verloren, dat is niet helemaal duidelijk. Die kan ook wel een beetje gestolen zijn door Kennedy. En dat is de fameuze verkiezing onder andere van het eerste grote tv-debat. Het debat dat Nixon volgens de radioluisteraars had gewonnen, maar volgens de tv-kijkers absoluut niet. Omdat hij zich niet had willen laten bepoederen als een dansmarieke. Jouw woorden waren dat. Ja. Nixon was vrij geobsedeerd door de Kennedys. De Kennedys stonden voor iets. Nixon was een jongen die in een arm gezin was opgegroeid, kwekergezin, in een beetje een dorre achterland van Californië. En de Kennedys waren een soort van royalty. Rijke luis, mooie jongens. Het gaat niet alleen over John, het gaat dan ook over Bobby en over Ted Kennedy. En volgens mij gaat de zin als volgt, maar nu, ik weet het niet helemaal meer precies, maar hij had eigen ambities, wat staat er ook alweer. Met arme luisklauwen uit de narigheid gebikt. Ja.
En dat is, dan volgt er iets over dat het Jezus Christus, ik had het gewoon even bij moeten gaan. Het schiet jou zo te binnen. Want ja. Wat mij nou zo fascineren aan jouw Nixon, zal ik maar zeggen. Ja. Ik bedoel, als je Groningen beschrijft, naar mijn idee, is het een verzonnen Groningen. Mm-hmm. En als je Nixon beschrijft, hoewel er heel veel feiten in jouw boek staan, is het ook een verzonnen Nixon. En wat mij zo intrigeerde, zijn eigenlijk twee dingen die ik in heel veel van jouw helden, jouw roman, karakters eigenlijk terugvind. Namelijk een hartverscheurende eenzaamheid. Dat is één ding. En het tweede is, toen dacht ik, ja, natuurlijk Nixon. Want zoveel personages in jouw romans zijn... Dit is hier. Hier ligt die hartverscheurende eenzaamheid. Hier ligt die hartverscheurende eenzaamheid. Maar hier liggen ook een heleboel, vooral jongens en mannen, die proberen om de wereld naar zich toe te buigen. Op een of andere manier. Door te schrijven, door te reizen, door muziek te maken. De gitaarmannen uit Tritus Boedeland. En toen ik jouw boek dus zaterdag las, we gaan er niet al te lang over, want dan gaan niks verklappen natuurlijk. Maar dit was allemaal wat we ook in de aanbiedingscatalogus van ongeveer kunnen vinden, hoor, behalve die ene zin. Maar toen dacht ik, ja, weer inderdaad die hartverscheurende eenzaamheid. En die mannen die, ja, het zijn toch op een bepaalde manier allemaal strevende personages bij jou. En ze proberen, dit is een uitspraak trouwens van een van jouw helden, hè, Willem Gerson, Johnny Idaho, hè, waarvan de verteller opmerkte, dus een man die wil de wereld naar zichzelf toe buigen. Die ambitie. Ik ga je niet vragen waar dat vandaan komt, maar wel, wat interesseert jou in een literair karakter? En zag jij in iemand als Nixon, dus voor het eerst een niet echt fictionele figuur, ook zo iemand die ambitie heeft die jouw andere personages ook hebben? Ik ga dit proberen te beantwoorden even via een omweg. De reden waarom ik een roman over Nixon heb geschreven, is omdat ik eigenlijk al 20 jaar geobsedeerd ben door die man. Ik heb een hele grote Nixon-bibliotheek. En toen dat begon, bij mij beginnen dingen heel vaak zonder dat ik precies weet waarom. Dat begon op een zeker moment, maar je gaat jezelf afvragen, oké, wat is dat nou in die man, wat mij zo... En meestal is dat herkenning. Ik herken een heleboel dingen in hem. Ook een aantal dingen niet, gelukkig. Maar wel die eenzaamheid. Er komt een hele gecompliceerde familie. Eigenlijk een gevoelsarme familie ook. Het is een buitenstaander. Iemand die zich niet geaccepteerd weet of waant. Door, laat ik zeggen, de powers that be, de elite, de mensen die het gemaakt hebben. Het is een man die zelfs als hij president is, nog bezig is met het feit dat de elite hem niet moet. Het is iemand die nooit weg kan komen van het feit dat hij een buitenstaander is. En dat herken ik wel een beetje. En misschien ook wel een beetje boel. Daarom vind ik het ook soort van heel erg raar om hier te zitten. In het domein van de elite. Maar tegelijk, als ik nou Nixon was, hè, ben ik niet, maar als ik nu Nixon was, zou ik dit ook, en dat doe ik dus ook een beetje, opvatten als een hele grote middelvinger naar het systeem dat ik hier zit. Ik heb 0 studiepunten gehaald op deze universiteit. Maar wel binnen 4 jaar, hè? Wel binnen 4 jaar. Maar dat had wel een reden. En dat was had helemaal niet zo'n hele vrolijke reden. Dat was omdat ik echt sociaal heel angstig was en eigenlijk niet naar college durfde. En dus dat had allemaal hele aardig akelige redenen. Maar dat neem je wel mee. En in zekere zin word ik hier nu een beetje ingezworen als president door mensen die mij geen studiepunten hebben gegeven. Door de Kennedys natuurlijk. Ja, de Kennedy. Maar wat je net zei van die ik noem het nou een beetje, nou niet eens overdreven, hartverscheurende eenzaamheid. Want dat is ook wat de sfeer die uit jouw boek ook wel spreekt. Maar je hebt een enorme belangstelling voor mensen die op een of andere manier buiten de gemeenschap staan. Ja. Die dat opzettelijk doen of die uit die gemeenschap worden gestoten. Dat is wat jou fascineert ook in wat je leest, denk ik. Maar het begint er natuurlijk mee dat is wat ik ken. Van vroeger uit. Er is iets dat aan de literatuur vooraf gaat en dat weet je leven. En dat lezen is gedeeltelijk... Een mens wordt gevormd door wat hij leest, maar wat hij leest wordt gevormd door wie die is.
voor een deel, voor een groot deel, denk ik. Dit heb ik nu gezegd, ik wil even nadenken of ik het hiermee eens ben. Denk het wel. Ja, denk het wel, ik weet het niet. Ja. Maar nu heb ik mezelf van mijn apropos gebracht, daar ben ik heel goed in. Het leven gaat vooraf, je hebt iets meegemaakt, ja. Daardoor lees je bepaalde boeken en dat leidt tot een voorstellingswereld. Maar het is, ik denk, ik heb wel eens ergens gezegd, maar dat heb ik niet als eerste gezegd, dat heb ik eigenlijk gejat van Charlie Kaufman, dat alle kunst geboren wordt uit een wond. Ik denk dat dat wel een beetje waar is, of dat voor heel veel kunstenaars de intrinsieke motor is om dingen te maken. Een wond is ook een vraag, in zekere zin. En dan heb ik een vraag over wie ben ik in deze wereld? Waarom is de wereld zoals die is? Waarom schuurt het tussen mij en de wereld? En eigenlijk zijn al die boeken een onderzoek daarnaar, denk ik. Ja, en ik moet nu denken aan een... nu jij dit vertelt over het schrijven als komt voort uit een wond... aan één woord. En dat woord, we leggen die stapel zo wel weg, want het is een rare toren. Hè, maar misschien moet je het gewoon even uitspreiden. Dan dat doen we even een kleine momentje. Even wat interior decorating. Zo. Vele, ja. Zo. Ja. Maar dat ene woord, dat is dat staat voor in jouw roman. En ik herinner me Titus Broederland. Hij heeft een aantal motto's gekozen. Maar het laatste motto van die drie... is een Welsh woord. En ik heb gelukkig, wij zijn het gelukkige bezit van een Welsche student die dit kon uitspreken en allerlei ideeën over had. Heriath in het Welsh. En jij geeft daar een uitleg bij. En Heriath betekent heimwee naar een thuis waarna je nooit kan terugkeren of dat zelfs nooit heeft bestaan. En een van de hele concrete elementen in jouw boeken die ik heel interessant vind, is het huis. En dan het huis als een ruimtelijk object. Al jouw personages hebben iets met huizen, maar ook het huis als een soort metafoor. Komt dat ook, dat schrijven en dat Heriath, wat een soort heimwee lijkt te zijn. Hè? Is dat niet ook een verlangen om thuis te komen, maar tegelijkertijd het besef dat dat huis ook een bedreiging is? Het is ook iets waar je vandaan moet. Want dat is in al die boeken, en dat komt dus in Nixon ook weer terug. Want die had zelf ook een hele gecompliceerde relatie met het huis waar hij vandaan kwam. En het huis waar hij in terecht kwam. En het huis waar hij... Toen ik van huis ging... Misschien moet ik iets even een beetje achtergrond geven. Ik ben opgegroeid in een gehuchtje op het Gronings platteland, het gehuchtje Denemarken. En er is een stukje bos en in dat bos is een huis. Het is net een sprookje. Maar wel een duister sprookje. In dat huis, daar ben ik dus opgegroeid. En het ouderlijk huis. Het huis is ook daadwerkelijk door mijn vader gebouwd. Of althans, hij beweerde dat hij het zelf had gebouwd, maar dat is niet helemaal waar. Het is in zijn opdracht gebouwd. Dus dan hebben we hebben dus een huis in een bos. En eigenlijk was onze familie de enige familie die in dat huis had gewoond. Het was dus echt ons huis. Door allerlei... niet nader te omschrijven averse omstandigheden, is dat huis op een zeker moment onder druk verkocht. Toen was ik net het huis uit, maar dat viel ongeveer samen. Ik ging net het huis uit en ons huis en eigenlijk dat kleine koninkrijkje waar ik ben opgegroeid, werd verkocht aan andere mensen die er nu al heel lang wonen. Waardoor het ook meteen niet meer toegankelijk was voor mij. Ik ben er nog wel eens geweest. Ik ben er ook één keer door die mensen weggestuurd. Wat een heel nare ervaring was. Maar ik begrijp wel waarom ze dat gedaan hadden. En wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk het enige wat je nog hebt van het huis zijn de herinneringen. Goed, ik ben dus dat huis uit. En ik kan er niet naar terug. Maar het huis is in mijn hoofd nog heel erg, bestaat nog. Maar op twee manieren. Aan de ene kant als een soort van gouden herinnering aan die plek waar je een enorme vrijheid hebt gehad. Maar er zijn ook heel veel vervelende dingen gebeurd. En ik heb denk ik wel, soms nu nog, maar zeker de eerste 15 jaar heel vaak nachtmerries gehad. Die altijd erover gingen
dat ik in dat huis was en dat er iets was waardoor ik daar weg moest. Een dreiging. Soms is die dreiging heel erg expliciet in de droom. Soms was het alleen een gevoel. Maar die droom ging altijd over vluchten. En dat gaat uiteindelijk over het feit dat dat huis, ook los van dat het een hele plek van grote vrijheid was. Mijn vader is heel jong overleden. Mijn moeder gaf heel weinig ouderlijke sturing, zacht uitgedrukt. Dus wij als kinderen hadden eigenlijk geen. We waren met 4 kinderen. Het was echt Pippi Langkous in die zin. We hadden ontzettende vrijheid om alles te doen wat we wilden, maar er was ook een ontzettende onzekerheid. Een fundamentele onzekerheid. En dat dubbele zit denk ik in al mijn werk. Dat zoeken van de vrijheid en de aantrekkingskracht van de vrijheid, maar tegelijk ook het gevaar van de onzekerheid die daarbij hoort. Ja, dat is, ik vind zelf dat dat heel erg ook uitgewerkt wordt op een hele beeldende manier in ik herinner me Titus Broederland. Waarin je die problematiek eigenlijk beschrijft aan de hand van 2 broers. Identieke tweelingen zelfs. Hè? Dus Titus en de naamloze verteller. Waarvan de een, dat is een heel klassiek thema denk ik ook. De een is nomade. Hè, bijna. Je schrijft zelf heel mooi in dit boek. Hij stond enigszins los op zijn voeten. Die uitdrukking onthouden. Iemand kan los op zijn voeten staan. En de ander die eigenlijk meer gebonden is aan het letterlijk hier het vaderhuis. Mm-hmm. Ook dat is een constant in jouw werk eigenlijk. Hè? Je probeert die problematiek te laten zien aan de hand van 2 mensen, niet dezelfde broers. Dat komt ook uit het leven neem ik aan. Maar is dat ook een manier van jou om die spanning te laten zien van het huis als een bron van, herinneringen. Iets waarnaar je terug zou kunnen verlangen, Heriath. En tegelijkertijd het huis als ook een bedreigde vesting. In Titus Broederland worden de huizen verzwolgen door zogenaamde zinkgaten. Ja. Ik werd ook wat nerveus van dit boek als iemand die net in de provincie Groningen ging wonen. Ja, want die zinkgaten worden ook veroorzaakt door eeuwen winning van een grondstof. Waardoor de aarde letterlijk hol is geworden en begint in te storten. Het valt niet helemaal los te zien van iets wat aan de hand is. En het is angstaanjagend beschreven. Dit boek, dit is voor mijzelf, dit is mijn favoriete boek van al mijn werk. Het idee dat achter het boek zat was, ik neem alle dingen die belangrijk zijn geweest in mijn leven, thematisch, maar ook hele kleine dingen zoals mijn angst voor honden. Honden zijn echt heel naar en vervelend in dit boek. En ik bouw daar een nieuw mythisch landschap van. Want het heeft iets Gronings, maar het heeft ook iets. Het heeft ook iets van bepaalde Amerikaanse landschappen die heel belangrijk voor mij zijn. Inderdaad, dat huis en dat duale karakter van dat huis. Alles is daar een soort van gemythologiseerd en groter gemaakt en op scherp gezet. Dus in zekere zin is dit eigenlijk het boek dat het dichtst bij me ligt. Ja, je beschrijft ook een wereld die op een soort rand van een industrieel inferno staat. Hè, maar ook die beheerst wordt door een extremistisch, monotheïstisch leer. Hè. Ja, opgegroeid tussen de gereformeerden en de hervormden. Ja. Ja. Nou ja, het is hier nog wel een beetje extremer dan. Het is hier wat extreem. Alles is een beetje extreem. Nou ja, wat je net zei over dat mythologiseren. Dat interesseert me ook wel als je naar jouw werk kijkt vanaf 2006. Ik heb het een beetje jij hebt natuurlijk 1 voor 1 die boeken geschreven en dat is 12 jaar. Ik heb in 1,5 jaar tijd ongeveer alles van jou gelezen. En dan zit je in een soort sneltrein. En wat mij toen opviel is dat jouw boeken eigenlijk beginnen vrij dicht bij een nog heel herkenbare werkelijkheid. Ik denk dat Kinderen van het Ruige Land in dat opzicht, hè, hoewel er van allerlei dingen gebeuren waar je verbaasd over kan zijn, toch een behoorlijk realistische roman is. En je raakt eigenlijk steeds meer van die werkelijkheid af. Het lijkt alsof het steeds mythologischer wordt. Is dat ook iets wat je wel nastreeft? Dat je op een gegeven moment gaat abstraheren van het persoonlijke en van het waar gebeurde, het zelf meegemaakt, en het abstraheert naar een soort mythologie, een mythologische wereld? Nou, wat ik denk wat er gebeurt is. Er zijn een paar kernvragen die een rol spelen in die boeken. Ik vind het soms echt heel pedant om over mijn werk te spreken. Maar ik moet er even... Wij hebben er wel aardigheid in. Ja. Nee, goed. Oké. Je kunt...
En dan komen we een beetje terug op het zwemmen in brak water en die overloopgebieden en het toepassen van andere genre elementen en kunstvormen in je werk. Ik voel me beperkt in de aanvliegroutes om dat te onderzoeken als ik alleen maar me aan het realisme zou houden. Juist andere werelden geven mij de mogelijkheid om bijvoorbeeld een psychologisch landschap te creëren, waardoor ik eigenlijk dichter bij de kernvraag kan komen dan ik in elk geval in een realistische roman kan. Elke ingreep in die zin. Ik zie het een beetje als. Laten we het vraagstuk zien als een vast object. En er is een standaard manier om daar licht op te doen schijnen. Maar als je opeens vanuit hele rare hoeken licht op dat object zou schijnen, zie je dat object opeens in een ander licht, letterlijk. En ziet het er ook anders uit en kun je het misschien ook beter begrijpen. Slaat het ergens op? Nou, ik probeer het te vertalen naar de lezer die ik ben, zeg maar. Dus om maar even bij Titus Broederland te blijven. Je beschrijft al op een gegeven moment een gebied. De twee broers gaan uiteindelijk toch op reis, hè, op initiatief eigenlijk van Titus. Die zegt, we moeten hier weg, we moeten weg van die vader, weg van dat huis. En die vluchten letterlijk voor die zinkgraat uit naar het noorden, want ze willen naar de zee. Althans, Titus wil naar de zee. Ja, maar ze gaan wel naar het westen. Ze gaan naar het westen. Maar dat komt omdat jouw westen mijn noorden is, omdat ik ze komen in een soort waddengebied terecht. Ja. En dat heeft allerlei. Ze komen in een soort waddengebied dat eigenlijk een soort gemythologiseerde Waddenzee is. Hè? Maar daarom ligt het ligt dus in het westen. Het ligt in het westen. Dat heeft een reden. Ja. Want ook dat is al iets mythisch. Ja. Go west, young man, naar het westen gaan. Het westen is ook pionieren, is ook is terra incognita. Dat is het westen. Zou je voor mij een mid-price editie kunnen pakken? Heel veel mensen hadden een soort van moeite met dat boek, omdat het plaatsvindt in een wereld die lijkt op de onze, maar het is eigenlijk een hele andere wereld en het is volkomen onduidelijk in welke tijd dat is. Het hele idee van mij achter het boek was, je moet volkomen loslaten dat dit onze wereld is en onze tijd, of een tijd die wij gekend hebben. Je moet deze wereld, deze mythologiseerde wereld, volkomen at face value accepteren. Maar dat vinden mensen soms best moeilijk, dus daarom hebben we erachter op de mid-price, hebben we dit erachterop laten zetten. Ergens ooit, daar en dan. En meer hoeven we niet te weten. En dat wat is dus niet het wat. Nee. En het stoort jou een beetje als lezers dat gaan invullen als een concreet wat of ergens? Ik snap heel goed hoe dat gebeurt. Ik snap dat mensen houvast willen. Mijn leesgeschiedenis, ik ben opgegroeid met het lezen van heel veel science fiction en dat geeft je een bepaalde manier van denken die je een beetje vrij maakt van het zoeken naar naar herkenningspunten in onze wereld. En ik denk dat die mentale stap die je moet maken in dit boek, voor sommige mensen begrijpelijk, als je daar niet aan gewend bent, het best moeilijk is. En inderdaad, er zijn heel veel lezers die dan dat gingen lezen en dan dachten, die het gewoon irritant vonden. Waar is dat dan? Waar is dat dan? En welk jaar hebben we het hier over? Waarom zijn er wel tractoren en geen auto's? Wat is dit? Merk je dat er gesprekken met lezers of critici? Er wordt online natuurlijk over geschreven en dan wordt het wel gezegd. En soms zeggen lezers dat ook. Ja. Ik merk ook dat lezers in Vlaanderen, die zoeken een Vlaams referentiepunt. Of die gaan dan snel denken aan het verdronken land van Saafding of zo. Weet je? Mm-hmm.
Dus dat, en dat is op zich, dat is ook niet erg. Nee. Nee. Maar het is dus wel in het Westen en het is niet het Westen. Ja, wat dat betreft, we gaan het niet over één boek hebben hoor, maar nog, toch nog even dat boek, dit is Broederland, omdat het toch ook een, kan ik mij voorstellen, een risicovol boek is voor jou. Omdat je, naar mijn idee is het het eerste boek waarin je eigenlijk echt helemaal loskomt van, nou ja, vergeleken bij Kinderen van het Ruige Land bijvoorbeeld. Johnny Idaho is weer toch wel wat anders, maar hè, waarin je dat oerverhaal van de twee jongens die opgroeien op het platteland, die weg moeten, tegelijk een verlangen hebben naar huis, een wond die geheeld moet worden, dat je dat op dat mythologische plan trekt. En ik noem het risicovol, omdat ik denk, misschien heb je wel ooit gedacht, raak ik niet al mijn lezers kwijt? Of denk jij niet aan je lezers als je schrijft? Het antwoord op die vraag is, ik denk niet aan mijn lezers als ik schrijf. Okay. Ik schrijf voor mezelf. Ik denk aan mijn lezers op het moment dat ik inlever en dan raak ik in paniek. Ja. Dus je bent nu in paniek eigenlijk? Ik ben nu voor mijn doen zeer gematigd in paniek. Ja. En ik weet niet of dat goed is of slecht. Ja. Maar het is wel zo. Ik wil niet. Ik wil niet mijn boeken lijken thematisch. Het gaat inderdaad over existentiële eenzaamheid en al die dingen. Ze lijken thematisch wel op elkaar. Maar qua vorm en qua type boek zijn ze heel verschillend. Ik was me na Kinderen van het Ruige Land. Mijn boeken voor Kinderen van het Ruige Land hadden eigenlijk geen hout gedaan. Dat geeft heel veel vrijheid eigenlijk. Maar Kinderen van het Ruige Land heeft heel goed verkocht. En heeft ook veel betekend voor veel mensen. En dat is een moment dat je je bewust wordt van het risico dat je neemt als je een heel ander boek schrijft. Dat heb ik toen wel gedaan. Maar ik wist wel dat ik een groot deel van mijn lezers daarmee zou verspelen. En dat heb ik geaccepteerd. Ja, want het avontuur gaat voor alles. Ja, ik wil gewoon schrijven wat ik wil schrijven. Maar wat dan wel ingewikkeld is, en dat is een beetje hoe de uitgeverwereld werkt. Een uitgeverij denkt, dit boek heeft het goed gedaan. Dan gaan we met het volgende boek, gaan we de volgende stap doen. Dan wordt het echt groot. En ik was ondertussen de hele tijd me ervan bewust dat ik een boek aan het schrijven was waarmee ik niet meer publiek zou krijgen, maar juist een deel van mijn publiek zou kwijtraken. Dus ik voelde me heel erg schuldig. Dus ik was me niet zozeer bewust van de lezers als wel van de irreële verwachtingen van mijn uitgeverij. En daar werd ik wel een soort van ketsdepressief van. Maar het kwam toch goed? Ik heb wel een rot tijd gehad toen. Maar dat, nog steeds ga ik dan toch dat boek schrijven, want dat is gewoon het boek dat ik wil schrijven. Je kunt je ook afvragen of het zo slim is om een boek over Richard Nixon te schrijven. Ik dacht aanvankelijk, want je stuurde het mij op met een strenge mail. Wat doet hij nu? Over Nixon is alles al geschreven. En ik herinner me nog, ik vertelde jou vanmiddag al die film van Oliver Stone uit de jaren 90. Hè? En, Nixon was toen al een soort artistieke figuur geworden. En tegelijkertijd is het heel erg een boek geworden. Een boek van jou geworden, kan ik wel zeggen. Ten meer omdat, kijk, ik had het al eventjes over, laat ik zeggen, de mannelijke karakters. Hè? Die proberen de werkelijkheid naar zich toe te buigen. Er is nog een ander, en het huis dat bij Nixon inderdaad, en ik bedoelde dat helemaal niet flauw van het huis waar hij terecht kwam, want jij beschrijft het Witte Huis door het perspectief van Nixon. Ja, want dat is dus, nou, kijk, dat is dus niet beschreven. Er is heel veel over Nixon geschreven van niet. Buitenuit. Ja. En datgene wat daadwerkelijk de motor van die geschiedenis is geweest, namelijk zijn psychologie, van binnenuit is niet beschreven en ook niet gefilmd. Maar dit is een prachtig voorbeeld van als je lezers van welke leeftijd dan ook, hoor, maar zou willen laten zien wat is het verschil tussen een film en een roman. He, want wat jij doet met Nixon, dit klinkt een beetje als heel veel reclame, ik doe het, dus dat maakt niet uit dan. Hè? Maar wat jij doet met die figuur van Nixon is wat in een film totaal niet kan. En dat is die beleving van, nou ja, ruimte bijvoorbeeld door zijn ogen. Iemand die de wereld naar zijn hand wil zetten, naar zich toe wil buigen. Er is nog een ander motief in jouw werk dat ik interessant vind. En hopelijk jij ook wel. En dat is wat je in twee boeken, namelijk in Kinderen van het Ruige Land en in Motel Songs, als ik me niet vergis, heb jij het over een breuk in de tijd. Ja. Woordelijk is dat. Dat was ook een knipoog naar mezelf, ja. Ja. Zeker. Maar in het boek over Nixon komt die uitdrukking als zodanig niet voor. Maar de ervaring, hè, van een personage. Er is een breuk in de tijd. Er is een periode voor en een periode na dat moment. En in veel van jouw boeken is dat moment het
vertrek of verlies van een ouder of in ieder geval iemand die heel erg belangrijk is. En dat is een soort beslissend moment. Er is een prachtig, ik weet niet of jij wil voorlezen, heb ik jou helemaal niet gevraagd? Of dat, dat wil ik best. Nou, want er is namelijk een ook om een beetje de taal, jouw taal te leren kennen. Een prachtige korte scène in Kinderen van het Ruige Land, 2012. Dat is op bladzijde 24 tussen de potloodstrepen. Dus zijn vader was doodgegaan. En hoewel Kai in essentie nog steeds dezelfde was en altijd zou blijven, leek hij naar een andere wereld te zijn overgeplaatst. De tijd waarin zijn vader had geleefd was een andere dan die waarin zijn vader niet leefde. De wereld hiervoor zou evengoed een droom of een verhaal kunnen zijn. Er was die keer dat zijn vader op het eiland de kuilen van Duitsers had dichtgegooid. Of de dag dat zijn vader met oom Werther was gaan jutten nadat Kai's Playmobil-schip was meegesleurd door het tij. Heldendaden. Zou hij het daar ooit nog over willen hebben of er zijn mond over houden, bang voor wat er met de herinneringen meekwam? Ik vind het eigenlijk een soort oermoment of een soort oerscène in dit boek. Maar misschien wel in jouw hele werk. En toen ik het herlas en vanmiddag nog eens bekeek, dacht ik, er zit eigenlijk in het begin van wat je net voorlas. Het gaat om de breuk in de tijd, maar er staat ook in essentie nog steeds dezelfde. Ja. Hoe veranderlijk zijn jouw helden en hoeveel blijven ze? Wat is die essentie die hetzelfde blijft? Nixon vraagt het zich op een zeker moment in het boek af en dan haalt hij Kierkegaard aan. Kierkegaard schreef ooit, nu lijk ik heel belezen, dit is niet waar. Maar Nixon had Kierkegaard gelezen? Nixon was zeer belezen. Of hij Kierkegaard had gelezen, durf ik niet te zeggen. Nee, maar wat mij verraste, want hij heeft ook Tolstoy en Dostoevsky gelezen. Dat was ontzettend een Tolstoy-fan. Ja. Ja, nee, ja. Maar goed, hij leest bij Kierkegaard. Kierkegaard zegt op een zeker moment iets over over een vlinder die een vlinder die verpopt. Je bent eerst je komt uit de cocon en dan krijg je vleugels. En Kierkegaard die zegt dan iets over dat er niet wezenlijk iets aan veranderd is aan het wezen van dat dier, van dat insect. En dat hij ook er niks heeft verloren. En Nixon vraagt zich af, ja, maar heeft dan dus ook niks gewonnen. En die is dan zijn hele leven bezig geweest om te proberen uit de modder zich naar boven te klauwen, dat Witte Huis in, om geaccepteerd te worden. Hij is eigenlijk verpopt tot een nationale figuur. En ja, maar hij houdt die arme luis klauwen. Die houdt hij. Heeft hij iets gewonnen? Waarschijnlijk niet. Denk ik. Nee, dat denkt hij zelf ook. Nee. Dat denkt hij zelf ook, ja. Maar dat denk ik dat hij dat denkt. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Disclaimer. Ik wil eigenlijk nog iets. Een beetje een zijweg misschien, maar wie weet komen we weer op deze hoofdweg uit. De bloemlezing die je hebt samengesteld. Ja. Als dit zo doorgaat, speculatieve fictie. Een boek dat heel veel aandacht heeft gehad en terecht op een heel belangrijk moment ook verscheen. En ik las net al even voor het citaat over, omdat ik slecht op mijn handen kan zitten als de stoel in de fik staat. Je noemt daarin verderop in de inleiding literatuur ook een duurzame vorm van tegenspreken. En dat is ook weer zoiets dat in mijn hoofd blijft hangen, omdat ik denk, ja, daaruit spreekt een enorm mooi en groot gelovende literatuur. Literatuur kan dat. En ik ben zelf nog, en jij misschien ook wel, maar een beetje opgegroeid, opgevoed in een tijd dat er nog heel veel postmodernistische literatuur is. Dat is al lang geleden, dat is al lang voorbij alweer. Maar er was natuurlijk alles wel, nou ja, alles een beetje relatief. Ja. En literatuur was ook een beetje een lullig iets. Maar jij hebt dus heel dat dit was natuurlijk ook, dit was ook in de context dat Trump komt op en er is van alles gaande. En fake news, alternative facts. En er werd de hele tijd gerefereerd aan onderaan een 1984, Brave New World. En 1984 is het 49. En dat is nog steeds dus een hele relevante tekst. Ik ben inmiddels wel tot een iets genuanceerder idee daarover gekomen, nu Adolf Hitler in de bestsellerlijst staat.
Het is niet alleen een duurzame vorm van tegenspreken, het is ook een duurzame vorm van vergiftigen, vrees ik. Het is maar net wat je ermee doet. Ja. Nee, dat, en maar ja, ik vraag het ook een beetje omdat er, laten we zeggen, die, dat vrijblijvende idee van literatuur, dat lijkt wat voorbij te zijn. Hè. We zien nu heel veel, je hoeft het niet meer te hebben over straatrumoer in de literatuur, want dat is overal nu. Hè. Nee, en ironie is ook... is er helemaal, nou ja, er zijn nog wel romans. Ja, maar de heilige verklaring van de ironie is, ja, is goed voorbij. En die van Grunberg ook misschien bijna. Ah, nee, daar gaan we niet over hebben. Maar Thijs vertelde me net dat hij wat moeite had met het nieuwe boek van Grunberg. Ja. Zeg maar gewoon wat je ervan vindt. Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Vanavond in de Woldhorn zou ik zeggen. Maar omdat een andere actualiteit, als het over literatuur gaat, dat speelt deze week ook heel erg. Hè, omdat het een jongere boekenweek is. En het dus ook gaat over ontlezing. En er wordt ongelooflijk veel gesomberd over literatuur. Hè, eigenlijk. Er wordt steeds minder literatuur verkocht of gekocht natuurlijk. En uit jouw werk spreekt juist dat hele grote geloof in de literatuur. Dus mijn eenvoudige vraag is eigenlijk, hoe optimistisch ben je? Nou, dat geloof begint ermee dat ik in principe voor mezelf schrijf. En ik ben intrinsiek gemotiveerd voor de literatuur. Dus ik ben niet zozeer bezig met de vraag hoe ziet de toekomst van de literatuur eruit. Ik ben alleen maar bezig met de vraag welk boek wil ik schrijven en hoe doe ik dat. Tegelijk, ik kom veel op scholen. En dan word je gewoon geconfronteerd met hoe moeilijk vooral middelbare scholieren het vinden om nog te lezen. En hoeveel weerzin er is tegen lezen. En dan wil je wel weten waar komt dat vandaan. Want voor mij was het echt een redding. Echt zo belangrijk geweest in mijn leven. Nou ja, een van de beelden die jij, of die een van jouw vertellers gebruikt, hè, in de roman. Ik meen dat het Kinderen van het Ruige Land is. Hè. De verbeelding staat daar, maar kunnen misschien ook wel lezen. De literatuur is een vluchtheuvel. Ja. Dus je springt erop om letterlijk te overleven. Ja, maar het is een soort van rare dubbele vluchtheuvel. Want je springt erop om te overleven, maar ondertussen kun je vanaf die vluchtheuvel wel vrij goed naar dat dodelijk verkeer kijken. En daar misschien toch iets meer van begrijpen dan wanneer je ertussen staat. Ik weet niet of deze metafoor helemaal hout snijdt. Maar ik laat hem toch maar voor wat hij is. Maar... Ik stel die scholieren heel vaak de vraag, ik begin altijd met wie houdt er van lezen? Nou, dan gaan er een paar handen omhoog. Daar zijn handen bij van scholieren die hun hand omhoog steken omdat ze eigenlijk helemaal niet zo van lezen houden, maar je kent het type. Ik ben en er zijn er een paar bij, dat weet je, die houdt stiekem van lezen, maar dat mogen de kameraden niet weten, want dan word je in elkaar geslagen. Ervaring hoor. Ik kom van een hele moeilijke school in Hoge Zandsappemeer. Dan moet je vooral niet zeggen dat je schrijft, dan is echt vragen om problemen. Maar dan ga je vragen waarom. En het antwoord is bijna altijd... er zijn een paar antwoorden. Eén antwoord is... Het is saai en het duurt zo lang. En dan vraag je van, kijk je naar series op Netflix? Dan zegt ze ja. En dan zeg je, die duren niet lang. Wat het saai maakt, zijn twee dingen. Ten eerste dat ze niet weten wat ze moeten lezen. Ze worden niet echt geholpen met boeken vinden die passen bij wat zij eigenlijk willen en wat hen bezighoudt. Gewoon een verhaal van vrijdag. Ik was vrijdag op een literatuurfestival in Zutphen. 700 scholieren die bij allerlei verschillende schrijvers langs gingen. En ik stelde deze vraag. En er zat een jongen en die zei, ja, verschrikkelijk, ik vind het zo saai. Een jongen van een jaar of 15. En ik zei, wat ben je aan het lezen dan? En hij zei, nou, ik moest nog één boek op mijn lijst zetten van de afgelopen, van deze eeuw. Een Nederlands literaire roman. En mijn leraar had een roman geadviseerd, dus die ben ik nu aan het lezen. Stefan Hertmans Oorlog en Terpentijn.
dan heb je er echt helemaal niks van gesnapt. Als docent. Zo vermoord je wel een lezer. Ik denk dat er veel beter nog kan worden nagedacht over hoe voorkom je dat je iemand die misschien van lezen houdt, niet, dat je de lezer niet ombrengt. En hoe stimuleer je iemand die nog niet weet dat hij misschien van lezen houdt. En dat vergt toch een iets... maar misschien is het... Ja, dat denk ik tenminste. Ik vond dat in ieder geval shocking. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik erover wil zeggen, want ik heb niet echt een oplossing. Misschien moeten we literatuur verbieden of zo? Dat zou zeker helpen. Ja, niet doen. En ik las op de middelbare school dus allemaal dingen die je niet geacht werd te lezen. Science fiction namelijk. Ja. En ik heb geluk gehad, voor mijn Engelse lijst, ik had een lerares Engels. En zij had door dat ik, niet alleen dat ik schreef, wat ik soort van verborgen probeerde te houden, maar ook dat ik heel veel las. En zij heeft toen mij de vrijbrief gegeven. Ze zei, zet op je lijst wat je wil. En toen heb ik Dune van Frank Herbert op mijn lijst gezet. Ender's Game van Orson Scott Card. The Moon is a Harsh Mystery van Robert Heinlein. Al die boeken. Dune, hè, dat is echt een baksteen. Maar ze is toen ook mee gaan lezen, zodat ze geïnformeerde vragen kon stellen tijdens het examen. En dat kun je niet voor elke leerling doen. Maar het helpt wel. Want als ik toen... mijn neef... familieverhaal. Ik heb een neef en een neefje. En hij is nu net klaar met zijn middelbare school. En is, was een zeer enthousiast lezer en ook een zeer enthousiast schrijver. Hij schrijft al vanaf zijn 12e. Hij is artistisch en hij schrijft over cyborgs. Dat vindt hij invoelbaar. In het Engels. En hij was begonnen op zijn 12e en op zijn 14e vroeg ik hem, wat ben je dan aan het schrijven? En hij zei, ja, ik ben bezig met een verhaal over een cyborg. En ik vroeg hem, hoeveel heb je al? En toen zei hij, 60.000 woorden. Dan zei ik, dat is de helft van een hele dikke roman. En wat doe je daarmee? En hij had dan een online community gezet. Ik zei, had je ook lezers? 5.000 lezers. Maar die waren een soort van al een beetje in opstand. Want het duurde veel te lang voor de tweede helft kwam. Dus ik vroeg hem, waar blijft die tweede helft dan? Toen zei hij, nou, ik ben eerst weer teruggegaan naar de eerste helft. Ik zit nu in een periode van herschrijven. Toen dacht ik, you fucking writer. maar daar wilde ik naartoe. Hij moest op een zeker moment dus lezen voor zijn lijst. En de lezer in hem is daar echt bijna om zeep geholpen. Hij heeft daar zo'n afkeer gekregen. Hij moest dingen lezen waar hij helemaal niks mee kon. Niks mee had. Dus oersaai. En gelukkig is het goed gekomen. Hij gaat nu Engelse taal en letter kunnen studeren, omdat hij nog steeds graag schrijver wil worden. Dus het is goed gekomen. Maar ik zag wel die... ingewikkeld. Ja. Je hebt vanaf morgen 16 lezers die misschien ook wel gaan schrijven voor je. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat verwacht je van hen? Wat hoop je? En wat wil je proberen te doen met jouw 16 studenten uit Groningen? Nou, wat ik vooral hoop, ik verwacht niks van ze. En dan kom ik toch een beetje terug bij wat ik nu net zei. Volgens mij is de essentie als je een levensvatbaar schrijverschap wil ontwikkelen, is de essentie dat je je intrinsieke motor vindt. Zonder een intrinsieke motor is het namelijk best wel hard werken om zo'n boek te schrijven. En ik hoop dat ik ze daar gewoon een beetje mee kan helpen om dat te ontdekken, zonder ze dat allemaal te gaan voorkouwen. Ik wil eigenlijk kijken of ik ze een beetje kan helpen dat zij de schrijver kunnen worden die zij willen worden. Ja, dat
klinkt heel mooi. Ik denk, ik kan me voorstellen dat er ook nog wel vragen zijn uit de zaal, of mensen die iets willen weten. En we hebben, Guus heeft een loopmicrofoon, dus we kunnen, iedereen kan verstaan. Guus loopt en de microfoon is... is in essentie dezelfde, ja. Ik vroeg me af, het gesprek wat je had met die jongen en het boek wat hij geadviseerd had gekregen, welk boek zou jij hem adviseren? Ik ken hem niet, dus ik zou dan eerst wat langer met hem moeten praten, want ik weet helemaal niet hoe die in elkaar zit en waar zijn interesses liggen. Ik geef wel vaak bij dat soort... voordrachten geef ik wel vaak een paar tips, een soort van algemene tips. Eén daarvan, maar dat zijn meestal, ik ben vrij slecht belezen in de Nederlandse literatuur, dus het zijn meestal Engels, het is meer als Anglo-Saxische boeken die ik aanraad. Eén boek dat ik vaak aanraad, en omdat het voor mezelf heel belangrijk is geweest, omdat het enorm gelaagd en diep is, maar ook het allerraarste oorlogboek ever en helemaal niet dik, is Slaughterhouse-Five van Kurt Vonnegut. En omdat ik weet dat dat voor heel veel mensen een mind-blowing experience is geweest. En dat is ook een boek dat als je blijft herlezen, in eerste instantie is dat gewoon een heel raar oorlogsboek met buitenaardse wezens en een soort van tijdsreisachtige elementen. Dat je het op dat niveau leuk kan vinden, maar uiteindelijk als je steeds dieper gaat graven, kom je er in de loop van de jaren achter dat het boek gaat over posttraumatische stressstoornis. En dat alles, en dan komen we toch een beetje op mijn werk. Vonnegut gebruikt in dat boek het beeld van loskomen uit de tijd. Het gaat over Billy Pilgrim, een oorlogsveteraan die het bombardement op Dresden heeft overleefd en een getraumatiseerde man en die komt los uit de tijd. Hij beweegt een soort van random door momenten in zijn leven en dat is de essentie van trauma. Dus Vonnegut bedingt iets waanzinnigs om een ervaring die PTSS-patiënten hebben voor ons inzichtelijk te maken. En dat vind ik een hele interessante manier om fantasie, het fantastische, te gebruiken. Om iets inzichtelijk te maken of metaforisch of om een psychologisch landschap te schetsen. Om het via een andere weg over te hebben, eigenlijk. Dus dat is een boek dat ik vaak aanraad. Ik raad altijd The Great Gatsby aan. Ook niet dik en stilistisch zo verschrikkelijk mooi. En ik raad altijd één boek van mezelf aan, namelijk het dunste boek met de meeste seks. En de eenvoudigste taal. En dat is mijn debuut. Ja. Ik wil toch ook wel soms wat boeken verkopen, tenslotte. Het komt mee eigenlijk, ja. Je zei over je neefje dat hij ook wel van cyborgs houdt en dergelijke. En je hebt zelf ook genoemd dat je veel science fiction in je boek verwerkt. Komt die liefde voor science fiction ook ergens vandaan? Daar heb ik veel over nagedacht. Ik weet nog dat ik las vrij weinig voor mijn 12e. Behalve, ik was super geïnteresseerd in ruimtevaart en in sterrenkunde. Dus dan ben je al een soort van half op weg naar science fiction. Dus daar las ik wel over. Maar dan is de diepere vraag, wat intrigeert je zo aan het heelal? Ik snap niet dat iemand dat niet kan intrigeren, maar er zal vast een diepere psychologische reden voor zijn die ik hier niet paraat heb. En misschien ook wel nooit paraat krijg. Okay. En misschien ook wel nooit paraat moet krijgen. Hoi. Hi. Ik vroeg me af, waar en hoe, en misschien ook wel hoe lang, doe jij de research voor jouw boeken?
Niet, dat kan ook. Dat verschilt per boek. Nou ja, het Nixon-boek is een ingewikkeld verhaal. Want ik ben dus al een soort van 25 jaar geobsedeerd door die man. Dus ik heb al heel veel research gedaan zonder dat ik wist dat het research was. Maar ik heb voor dat boek ook... ik ben naar Zuid-Californië geweest en naar Washington om ter plekke research te doen. En ik heb heel veel extra research gedaan. Maar ik had er wel een vrij grote voorsprong al. Dus ik denk dat ik daar misschien maar een paar maanden voor nodig heb gehad. Maar voor Slaapzacht Johnny Idaho... deze... van dat boek ben ik echt bijna gek geworden. Van de research. Er zit zoveel research in. Ik heb dat boek ook geschreven met één scherm. Ik heb een heel grote iMac. En daar stond dan de tekst van het boek. Maar ik had een laptop open waar ik dan een soort van simultaan research aan het doen. Dus ik had al research gedaan. Maar ook tijdens het schrijven was ik ook nog de hele tijd research aan het doen. En daar werd ik wel een beetje kierenwiet van. En ik denk dat daar 2 jaar research in zit. Maar het is soms heel moeilijk te zeggen. Ik doe ogenschijnlijk niet zo heel erg lang over een boek. Dat zeggen mensen tenminste tegen me. Dan zeggen ze, heb je nou alweer een boek? Ja, dat is verwijt. Nou ja, nee. Ah, ja, vrienden die moeten dan weer naar een boekpresentatie. Ze kunnen wel bezig blijven. En dat lijkt dan ook zo, want dat Nixon-boek komt 1 jaar na mijn vorige boek. En dat boek kwam 1 jaar na het boek daarvoor. En dat boek kwam 1 jaar na dat boek daarvoor. En dan denk ik van, tempo. En dat zijn dan ook nog steeds vrij verschillende boeken. En sommige zijn nog best dik. Maar de meeste van die boeken liggen eigenlijk al jaren en jaren te gisten in mijn hoofd. Dus ik begin helemaal niet from scratch. En hetzelfde geldt voor research. Dus het is heel moeilijk te zeggen wanneer ik echt met research ben begonnen en wanneer ik eigenlijk echt met schrijven ben begonnen aan zo'n boek. Dankjewel. Ik heb een vraag die daarbij aansluit. Je zei net dat Nixon zeer belezen was en dat wat je leest dat je ook erg vormt. Hoe durf je het dan aan als schrijver om zo iemand te beschrijven? Lees je dan achter zo iemand aan? Deels, ja. Hoe weet je wat die persoon weet? Ik had voorheen nog nooit Tolstoj gelezen. En dankzij Nixon heb ik me dus in Tolstoj verdiept. En Tolstoj was wel heel belangrijk voor hem, maar vooral zijn, niet eens zozeer zijn romans, maar zijn latere essayistische werk. Dat veel gaat over religie. Want voor mij, ik ben een keiharde atheïst, dus dat is dan ook wel interessant om je te gaan verdiepen in iemand die nominaal religieus is, waar ik dus zeer grote twijfels bij heb bij Nixon. Nixon worstelde ontzettend met zijn geloof. En ik denk ook dat dat voor een groot deel de aantrekkingskracht van Tolstoj was voor hem. Omdat Tolstoj hem een soort van model gaf van hoe een vervullend religieus leven eruit zou kunnen zien buiten de gebaande paden van wat een kerkgemeenschap van je verwacht. Wat was je vraag ook alweer? Of ik achter hem aan lees? Nou ja, deels dus. Ja. Vind je hem dan ook terug in Tolstoj, Nixon? Ja. Maar ik vind ook terug dat hij dat Tolstoj een model is geweest om te ambiëren, maar dat niet gelukt is. En er is een heel... Nixon had een ongelooflijk ingewikkelde relatie met zijn moeder. Hij zei altijd dat zijn moeder een heilige was, maar je voelt aan alles dat er ook een ongelofelijke afstand en onaanraakbaarheid in die vrouw zat. Dus ze is heel gevoelsarm opgegroeid, eigenlijk liefdeloos, met een moeder die een soort van heilige was. Een hele religieuze vrouw, die als ze ging bidden, die
hij komt uit een kwekergezin. Zijn moeder vond... zijn moeder liet helemaal niks blijken van haar emoties. Maar ook bijvoorbeeld als ze ging bidden, dan sloot ze zich op in de gangkast. Want het was privé. En dat is natuurlijk een heel raar beeld. Dat je opgroeit in een huis waar moeder verdwijnt in de gangkast om te bidden. Maar op een zeker moment overlijdt zijn moeder. En dat is in 67, 2 jaar voor hij verkozen wordt tot president. En vanaf de dag dat zijn moeder is overleden, is hij niet 1 keer meer in een kerk geweest. Tot zijn dood in 94. Dan heb je een hele ingewikkelde relatie met het geloof. En denk ik eigenlijk dat je niet gelooft. Ik denk dat het iemand was die ten diepste wilde geloven, maar het niet kon. En dit is natuurlijk mijn aanname. En in die zin is het een roman. Maar ik vind het een vrij... ik durf te zeggen educated guess. In dit geval. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik de scène heb gelezen waarin Nixon zijn moeder bezoekt. En, nou... het was gezellig. Dat, nou ja, precies. Ja. Nee, maar op het oog wel. Ja, natuurlijk. Maar niet. Maar alleen maar het eerste oog. Ja. Hallo, ik had begrepen... Ik heb niks van je gelezen, hoor. Maar ik heb begrepen... Dat mag. Dat geldt voor veel mensen. Ja. Dat er in je werk een mengeling van stijlen voorkomt. En ik vroeg me af, op welk moment ontstaat dat? Ontstaat dat geleidelijk? En ben je zelf ervan bewust dat je dat doet? En ben je er misschien ook stiekem trots op? De laatste vraag zeg ik maar. De laatste vraag zeg ik gewoon ja. En hoe dat gebeurt. Het is niet een heel bewust proces. Hey, ik zei eerder, zo'n boek ligt in mijn hoofd te gisten. En er komt een moment dat ik denk van het is rijp om te gaan doen. En vaak valt het samen met dat ik... minder metafysisch dan... ik bedoel dit minder metafysisch dan het nu klinkt. Maar dat valt meestal samen met het moment dat ik het hoor. Dat ik de toon van het boek... Dat ik weet wat de toon van het boek moet zijn. Wat de taal van het boek is. En dat gold in zeer sterke mate voor Kinderen van het Drage Land en voor Titus Broederland. Titus Broederland is in een... Ja, mag ik het zelf zeggen? In een unieke stijl geschreven. Dit is gewoon in een unieke stijl geschreven, verdorie. Het kan, nee, kan ook achterop. Nee, maar ook in een soort van hele eigen taal. En die voortvloeit uit de bouwstenen van die wereld. Maar het gaat helaas niet altijd zo soepel. Ik ben ook wel eens in een boek begonnen waar ik het nog niet hoorde. En dan wordt het een gevecht. En dan is het namelijk, dan ben je echt aan het zoeken naar de, dan ben je aan het zoeken naar de toon en de stem. En dan kom je in een heel vervelend proces van, nou, ik ga het proberen als ik er nu niet een derde persoon, maar een eerste persoon zet. En je gaat gewoon klooien om te kijken of je er dichterbij kan komen. En dan lukt dan toch niet helemaal uiteindelijk, denk ik. Ben je een herschrijver? Gaan veel scènes over? Of is het zo als je eenmaal het geluid hebt? Ik herschrijf heel veel op zinsniveau. Ik denk dat elke zin... Nou, nee, ik kan er geen getal op nemen. Iets van tussen de tientallen keren door de molen gaat. Maar daar moet je soms ook voor oppassen. Omdat je, als het er al een hele tijd staat... Dan kan het jezelf gaan vervelen. En dan denk je van, nou, dan ga ik deze 2 woordjes omdraaien. En dan ziet het er weer vers uit of zo. Maar dat slaat dan gewoon helemaal nergens op. En dus je moet ook je wel... Dit is alvast een tip voor de studenten. Nee. Is dit een antwoord op je vraag? Of nog niet helemaal? Ja, ik denk het wel. Dank je. Ik zat zo te luisteren en toen vroeg ik opeens af van... is er wel eens een boek van je vertaald? Want ik kan me niet heugen dat ik je voorbij heb zien komen. Ga je in die wond wrijven nu? Nee,
nee, dit is echt een grote frustratie waar je nu op aansluit. Het antwoord is inderdaad nee, maar er wordt hard aan gewerkt. Nog niet. En er is wel, nou, dit heb ik jou niet verteld, maar ik heb iets raars gedaan met dat Nixon boek. Ik heb het namelijk tegelijk ook in het Engels geschreven. Althans, de Engelse versie is nog niet helemaal af, maar sommige stukken zijn ook eerst in het Engels geschreven en toen teruggezet naar Nederlands. En sommige stukken zijn eerst in het Nederlands geschreven en teruggezet naar... Dit zou ik wel... Nou, heel, dat lijkt me heel erg spannend, omdat... je had het net over het geluid, maar iets wat in jou, met name in Titus Broederland, maar eigenlijk in heel veel van jouw boeken een ontzettend grote rol speelt, is ritme. Ik bedoel, je bent muzikant, dus misschien is dat verband veel te makkelijk gelegd. Nee. Maar er zit een ritme in dat... waarvan ik het idee heb dat als je dat te pakken hebt, dan gaat dat boek door. Maar als je in een andere taal gaat schrijven, die ook nog eens, hoe goed jouw Engels ook is, niet je eigen taal is, dan lijkt me dat heel erg moeilijk om dat... Ja, maar ik heb het in dit geval om een reden gedaan. En dat is ten eerste omdat het in Amerika speelt. En omdat het in een bepaalde tijd speelt die ook weer zijn eigen taal heeft. Dat het onderzoeken van de taal van die tijd voor een... in hoge mate ook weer de taal van het boek heeft gevormd. En ik kon daar dichterbij komen door sommige dingen gewoon eerst in het Engels te schrijven. Misschien moet ik gewoon een klein voorbeeld geven. Hoe dat dan werkt. Nixon heeft gediend in de Tweede Wereldoorlog in de Pacific Theater, dus in de Stille Zuidzee. En Amerikaanse GI's uit die tijd hadden heel veel slang, bepaalde manieren van uitdrukken. En die periode was voor hem heel belangrijk. Hij is best wel veel veranderd in zijn korte tijd als luitenant, overigens. Dus dan vind ik het interessant om om die groepstaal te gaan onderzoeken en te kijken wat daar uitkomt. En soms geeft dat alleen maar iets waar je in het Engels wat aan hebt, maar soms geeft het je ook hele nieuwe manieren om in het Nederlands iets te zeggen. Ik weet niet of ik nu direct een goed voorbeeld heb, maar... die slang is soms zo mooi. Ze noemden een mitrailleur of een machinegeweer, noemden ze de Devil's Piano. Dat vind ik zo mooi. Maar ik kom soms ook dingen tegen, daar kan ik gewoon niks mee. Wat een hele mooie manier van uitdrukken is, uit de jaren 50 vooral. Geweervuur noemden ze Chicago Lightning. Mm-hmm. Vanwege de mobsters in Chicago, vanwege de maffia. En een doodskist is een Chicago overcoat. En dat vind ik zo mooi. Maar daar kan ik dan niks mee. Maar dan heb ik wel, een kist als overjas. En dan kom ik bij houten overjas uit. Dus het helpt je ook om je taal vers te houden. Dus het hielp me eigenlijk. In dit geval. Maar volgens mij, volgende tip voor de studenten... Volgens mij is het goed om je procedé te blijven veranderen. Niet alleen je schrijfprocedé, ik probeer ook elke keer bij elk boek het proces met mijn redacteur op een andere manier vorm te geven. Want dan blijft het allemaal vers. En dan kun je nieuwe wegen vinden. Volgens mij moet je er heel erg voor waken om in een vast patroon te raken. Want dan ga je ook, denk ik, uiteindelijk steeds hetzelfde boek schrijven, maar slechter. Denk ik. Maar in essentie blijf je dezelfde. Ja. Ik denk dat er is nog één vraag, denk ik. Is er? Ja. Hallo Auke. Hoi. Ik was benieuwd. Je vertelde in je verhaal namelijk meerdere keer het woord motivatie. Ook bij de studenten. En je vertelde ook dat je heel snel je boeken eigenlijk schrijft. En ik ben benieuwd van waar eigenlijk die motivatie om zoveel te blijven schrijven. Dan kom ik terug weer.
dan kom ik weer helemaal terug bij het begin, namelijk die wond en de vragen die je hebt over het leven en waarom dat leven schuurt en al die dingen die je wil uit. Ik heb nog lang de antwoorden niet en waarschijnlijk krijg ik die ook nooit. En zolang ik dat het leven en mijn plek in het leven wil blijven onderzoeken, ik kan niet garanderen dat het altijd in de vorm van boeken zal zijn. Maar het zal wel op de een of andere manier moeten gebeuren, denk ik. En dat is de motivatie. Dank je wel. Ik denk dat het ook een hele mooie, bijna slotopmerking is. Aan het einde zijn we terug bij het begin. Ik ga nog heel kort wel even vertellen wat er nog meer gaat gebeuren. Want volgende week, dezelfde tijd, dezelfde plaats, dan zal je hier iets gaan vertellen over schrijven in het grensgebied. En ik denk ook vooral over het overschrijden van grenzen in de literatuur, in de kunst. Dat is dus op 1 oktober, op 8 oktober Wereldbouwers. En dan zal het gaan over iets waar we het eigenlijk vanavond niet echt over hebben gehad. Maar de romanschrijver als een maker van verzonnen werelden in allerlei genres. En een week daarna, 15 oktober, gaan we ook Muziek horen. Gaan we ook muziek horen. Ja, schrijf een lied, zing een boek. Ik kan u allemaal heel erg aanraden en uitnodigen om ook daar aanwezig te zijn. Het avontuur voor ons is begonnen. We hebben, en daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken, een heel mooie blik kunnen werpen in de wereld van Auke Huls. Dat is jouw wereld en dat is vooral de wereld van deze boeken. Ik mag ook eigenlijk zeggen van die boeken. Hier ligt het oeuvre op één boek na, zullen we maar zeggen, dat er gewoon niet meer is. Maar je kunt dat hier kopen. Je bent zelf ook nog bereid te signeren, heb ik uit betrouwbare bron namelijk van jouzelf vernomen. Dat is nog niet gezegd dat dat een betrouwbare bron is. Maar... Nee, maar in ieder geval een onbetrouwbare verteller, maar toch iemand die het waarschijnlijk wel gaat doen, denk ik. Auke, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor wat mij betreft een mooie avond. Jij bedankt ook. En graag gedaan. En u ook voor de komst uiteraard. Het is mooi om zo'n volle aula te hebben. En ik hoop dat we elkaar volgende week weer terugzien. Thank you.